Mensen, ik heb goed nieuws. Ik weet niet waarom. Het heeft niet zoveel met Fut Birthday te maken, wat jullie hier zien. Het heeft niet zoveel te maken met dat Gullet uiteindelijk verkocht is. Het heeft namelijk te maken met het feit dat sommigen van jullie nog steeds niet beseffen dat zijn porno premium is, lieve mensen. Je kan het. Ik wil gewoon stiekem anders een heel ander kanaal opzetten waarbij ik gewoon advies geef op wat je allemaal kan geven samen met Milo. Lijkt me wel echt vet om te doen. Viezerik. Je gaat een beetje gaan analyseren van, ja, je kan dit kijken, maar dan kan je ook een beetje dat kijken. En hier moet je aantekeningen bij maken, en hier moet je mee genieten. En hiermee moet je eindigen, maar hiermee kan je ook zeker beginnen. Nou, dat is toch fantastisch. Dames en heren, hier is ons team. Jullie zien het! En we zien Hans Hatenboer. Ja, dames en heren, ik weet het. Uiteindelijk willen we gewoon Nederlanders zoveel mogelijk. Frankie kunnen we blijven houden. Orsic moet er natuurlijk uit. We hebben hier een Nederlander. Clarence aanvoerder. Neemt de vrije trappen. Neemt penalties. Doet alles. Die man is ongelooflijk. Oh, ik ben voor iedereen. We hebben 5,5 miljoen munten. En dan kunnen we 3 spelers naar uitgeven. Laten we beginnen met onze centrale verdediging. En ik heb gewoon heel erg veel zin in om deze mannen te proberen. Het is gewoon leuk. Nee. We gaan gewoon lachen. We gaan gewoon, ja, weet je, dan maakt het mij ook allemaal niet uit. Dan kunnen we een potje verliezen. Ja, weet je, het is maar zo. Nou, ik ga lekker Prime Moments Ronald Koeman nemen. Waarom ook niet? Tuurlijk, plurt hem erin. Hoe duur is ze? Hoe duur is ze? Laat het even zien dan. Hoe duur is ze? Dat is duurder dan ik had verwacht. Tuurlijk, Prime Moments Ronald Koeman. Tuurlijk, we hebben het hem. Tuurlijk. Gaan we naar de volgende. Tuurlijk, wie hebben we dan? Tuurlijk, we gaan lekker naar over. Doe er overheen. Ik hoop dat hij in het spel ook een beetje de overheen gaat. Oh, no. Mark, Overmars, Prime Moments, tuurlijk. Kun je dus een geintje? 8. We hebben nog meer. Nou jongens, dit gaat makkelijk. Die aankopen die gaan lekker zo. Moeten we nog een andere CV? Dat is alleen Rijkaard. Nee, dan gaan we terug naar de basis. En dat is vochtige, lieve mensen. Moet je geen vochtige invullen, natuurlijk. Fout. Nee, Virgil, tuurlijk. Lekker doen, man. Informpje erbij. We hebben een miljoen munten die we eraan kunnen uitgeven. Die 92 dan, jongens. Is die echt veel te duur? Kunnen we de... Dan moeten we eerst even kijken hoe duur Frankie Team of the Year is. Want die gaan we terughalen, want ik vind Frankie gewoon een sympathieke gast. Ik vind hem leuk. Dat is prima. Dan hebben we 1.2 voor onze centrale verdediger. En dat kan van alles zijn. Maar natuurlijk willen we gewoon vochtige terug. Vochtige is lachen, is lekker wijf. Tuurlijk, Virgil van Dijk, tuurlijk, Prim de Zin. Iso. Miljoen mogen we uitgeven. En het gaat tot en met 1.283. Als je niet te koop bent, word ik helemaal lauw. Je erop, perfect. Kunnen we gelijk aan ons team pompen. Vochtige, 86k hebben we over. Nou, dames en heren, we hebben het prima gedaan. We hebben het meer dan prima gedaan. We hebben ons nieuwe team. Volgens mij hoor, ik kan iets vergeten zijn, maar volgens mij niet in ieder geval. Daar gaan we het lekker aanvullen. Ik heb hier zoveel zin in. Tuurlijk, nog een CV. Wie hebben we dan? Tuurlijk, vochtige. Tuurlijk. Frankie. Ja, je was goed, maar niet goed genoeg. Gaan we door. Andere. CM. Wie hebben we nodig? Tuurlijk. Frankie. Bam. Oké. Die zit al goed. En dan hebben we nieuwe linksbuiten. Wie is ons linksbuiten, zou je zeggen? Ja, dat is niet hij. Doe eens LM. Daar is die. Hoppakee. Markie Overmars. Tuurlijk. Lekker man. Hey, dames en heren. Dit is ons team. We willen eigenlijk Ronaldo willen we nog een beetje doen. Die kunnen we ook voor Lucas en eventueel Ronaldo erin gooien. Misschien is dat een betere wissel. Is Lucas beter aan de flank dan Ronaldo? Ik denk het wel. Laten we Lucas lekker de kans geven. Ja joh. Laten we en Dandel op de bank. Is toch hartstikke leuk dit. Hier zo. Jij moet ook nog een... Ronald. Wat zet je op een Ronald Koeman? Ik heb echt geen enkel flauwste van 99 schotkracht. Eigenlijk wil je hem CVM hebben. Maar ja, je kan met onze CV's. Eigenlijk zouden we dan in plaats van Frenkie de Jong, die we dus net gekocht hebben, Vieira moeten halen. En dat dan omwisselen. Zodat we Koeman op CVM hebben. Is misschien voor later. Kunnen jullie denken nu bij jezelf. Nou Frank, doe dat dan gewoon gelijk. Maar ja, weet je, ik was daar gewoon te laat mee. Hey, welke hebben we nodig? Deze hebben we nodig. Plus 6. Hoppakee. Nou mensen, dit is toch hartstikke leuk. Ik heb hier oprecht heel veel zin in. We gaan prachtige dingen doen met het team. Echt waar. We gaan prachtige dingen doen. We zijn nog ongeslagen, lieve mensen. We gaan gewoon een paar potjes spelen. En dan zullen jullie in de loop van de week zien hoeveel we zijn gegaan te lopen te wezen. Eerst even aangepaste tactieken. Want Clarence neemt alles, zoals jullie weten. Behalve die directe vrije trappen. Want die gaan naar Koeman. Want die heeft echt letterlijk alles. Hoekschop links. Laten we dat lekker Lucas doen. Hier is ook Lucas. Strafschoppen. Wie kan dat een beetje? Koeman. Koeman kan de strafschoppen nemen. Koeman is ook gewoon een legend. En we gaan wel met tactieken met ultra verdedigend. Gaan we wel gewoon lekker een beetje naar voren. Gaan we een beetje druk geven. Hoeven geen 30-0 te halen. Dat zou natuurlijk wel hartstikke leuk zijn, maar... Laten we kappen met te doen alsof het allemaal zo goed moet en zo leuk is. We gaan plezier maken deze Weekend League, dames en heren. We gaan plezier maken. We gaan leuke dingen doen. Ik heb gewoon zin in de Weekend League. We hebben een fantastisch team met wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nederlanders. Alleen Lucas die we dus gepakt hebben in de Weekend League.
Lionel Messi die ik een keertje wil uitproberen. En Sergio Moy bij Toy Boy. En Alisson zijn een tradable. Ben gaat een keertje plaatsmaken op de bank. En dan gaan we een keertje kijken hoe het gaat met dit team. Laat het gewoon proberen. Lekker. Weekend League spelen. Let's go, lieve mensen. We gaan het gewoon een keertje proberen. Oh ja, jij kan trouwens nog abonneren. 170.000 abonnees. We komen eraan. Abonneer gewoon lekker. Pak gewoon even dat Pay Premium accountje. Wat maakt jou het allemaal uit? Een duimpje omhoog op deze video. 10.000 likes. Morgen weer een nieuwe video. Ik moet sowieso morgen een nieuwe video uploaden. Want ja, ik heb een belofte gemaakt. En als ik die toch schaad. Vorige keer was echt YouTube. Daarom had ik ook twee video's gelijk de volgende ochtend. Ik kan nooit de volgende ongelijke video klaar hebben. Gaan we een potje starten? Ik ben benieuwd tegen wie we moeten. Hij zal denk ik bij ons team. Ach, Jezus almachtig. Wat is dit allemaal? Trezeguet in de spits. Natuurlijk, je kiest voor Trezeguet. Waarom ook niet? Dames en heren, daar gaan we. Nummertje 14. Oh, Cruijff, kut. Ik heb... Oh, shit. Koeman, daar ben je. Kijk eens, daar gaat hij. Moera, tuurlijk hoor. Tuurlijk hoor. Oh, Ricky. Het voelt lekker aan. Het voelt lekker aan. Oh, 6. Nee, dat is niet zijn nummer. Dat is niet zijn nummer. Overmars doet ze goed. Boven staat hij nog vrij. Paul! Oh! Wat een voorzet! Kan die wel? Kan die wel? Kan die wel? Kan die wel? Wat een zieke voorzet! Holy shit! Hoeveel Overmars voor voorzet? Ik ga gelijk even kijken hoeveel hij voor voorzet. Wat is dit dan? Fantastisch. Rage quit. Klasse. Hoeveel Overmars voor voorzetten? Dit is echt hilarisch. Wat een kaart. Die gaat niet meer uit mijn team. Als je zo'n voorzet geeft, ben je van mij. Voorzet. 90. Bam. Hoppakee. Markie Overmars over de flank. En dan gaat hij. Nou, hup. Volgend slachtoffert. Volgend slachtoffert. Wie is dat? Rooney Gattuso. En dat is... Hoe heet die kleine dwerg ook weer? Die Franse. Hoe heet die ook weer? Valbuena. Valbuena. Nou, als je weet dat Clarence er niet bij kon, dan weet je dat niemand het had gelukt. Oh, Clarence. Oeh. Ronald, dat doet zo goed door onze bondscoach. Dat doet zo goed. Zie je zo, gast diep. Tuurlijk. Gaat zo, hè. Johan. Ho. Prima. We zitten lekker te ballen met z'n allen. We zitten er lekker in. We zijn gewoon heerlijk bezig. Niks aan de hand. We voelen het team goed aan. Er gaat niks aan de... Oh, tuurlijk. Tuurlijk, vochtige. Kom er maar in, hoor, lieverd. Kom er. Ho, tuurlijk. Kom erin. Drijf ze naar de zijkant. Drijf ze naar de zijkant. Messi. Oeh. Wat er met drie verdedigers? Oh, wat doet ze nou? Wat doet ze nou? Ik verlies. Wat doe je nou? Oh, Babas FC. Wat doe je nou? Ramos. Ik wil eigenlijk nog een keer weer mijn weekend even een keertje livestreamen. Daar hou ik op zich best wel veel plezier uit. Om dat gewoon een keertje te doen. Ja, mensen, als die potjes gewoon zo kort gaan, dan kunnen we net zo goed gewoon een complete range gewoon vlekken al die potjes spelen. Kan deze tegenstander wat van? Nee is het antwoord. Ziki Chmafia, Champ 3010. Tuurlijk. Gaat ze. Tuurlijk. Zijn we gelijk, iedereen is aan het range quitten. Ik heb dat ook niet heel vaak meegemaakt, dat ik gewoon letterlijk één goal maak en dat iedereen bij zichzelf denkt, nou, ik weet niet wat met jou aan de hand is, maar ik ga die kant op. Easy win, noemt hij zichzelf. Easy win. Nou, laat het maar even zien dan met je easy win. Hij heeft wel een goede verdediging, op zich is hij wel redelijk teampie. Twee pauper icons, voorhoeders prima, maar rest gevaarlijk kaartje. Maar kijken of we deze man ook zo super snel kunnen laten wezen, weer range quitten te lopen, te wezen te gaan. Nou, Draki. Dat betekent wel dat je aardig wat tijd in het spelletje hebt gestopt. Nou, we hebben geen balbezit, dat is jammer. Moera, ga eens lopen, jongen. Clarence, doe maar eens. Ik denk dat hij zijn been heeft gebroken. Clarence, doe het dan. Oh, natuurlijk, het is wie anders dan Clarence, de bovenbeen. Oh, jongens, ik heb het zo naar mijn zin. Ja, die ging echt dwars de vochtig heen. Waarom is dat? Ik word hier zo ongekend moe van. Dat elke centimeter dat ik er gewoon net niet bij kan. Dit zien jongens, even serieus. Kijk, weet je wat we nu kunnen doen? We kunnen de e-sporting way doen. De e-sporting way is als volgt, hè. Dat zal ik jullie even uitleggen. Je gaat gewoon een beetje rondtikken. Je gaat van je CVM's. Je zorgt dat je spits en je nummer 10 in positie zijn. Zodra je nummer 10 en je spits in positie zijn, wat ze dus nu zijn, ga je een beetje heen en weer tikken en wachten op het juiste moment. Even die bal terug. Ja, ho. Pas even terug. Ja, waar staat Messi? Ja, waar staat Seedorf? Die moet je hebben. Oh, Cruijff. Dankjewel. Dames en heren, we hebben gewind.
We gaan nog steeds goed in de Weekend League. Mag ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Team voelt lekker aan. We hebben er hartstikke veel zin in. In de volgende video's gaan jullie zien hoeveel we gaan. Krennen Cedo is Man of the Match, maar dat verbaast eigenlijk helemaal niet. Hartstikke bedankt voor het kijken. Je kan abonneren als je niet gedaan hebt. Duimpje omhoog zou ik heel erg waarderen. Vind je het nou een leuk idee? Laat het even weten in de comments. Moeten wij wijzigingen aanbrengen in ons team? Laat het echt even weten. Want ik heb de vorige comments ook gelezen en daar zag ik ook hele leuke dingen tussen. Maar dit leek mij op dit moment het leukste. Lieve mensen, hartstikke bedankt voor het kijken en spreek je snel. Ciao.